Ja, dat is het geluk voor dit, hè? Dat is lekker warm. Meneer Hulshoff, bent u er klaar voor? Helemaal. Wat gaat u doen? Twist op de ice bucket challenge. Ik wil even houden. Ik ga er een chocolade bucket van maken. Hoe bent u zo op het idee gekomen? Ik ben natuurlijk uitgedaagd. En ik ben mijn vader verloren aan deze vervelende ziekte. En daar wil ik het ook een beetje als eerbetoon aan doen. En uiteraard natuurlijk wel aandacht voor de stichting ALS. Het inzamelen van geld. En dat mijn vader toch de oprichter is van dit bedrijf. Vind ik ook dat de chocoladetwist wel op zijn plek is bij deze. Het voordeel is wel dat het warm is, hè? Het is lekker warm. 35 graden. Met zo'n warme douche. Lukt je dat even zo? Zo gewoon beginnen, of niet? Ja, ja. Voor mij erover in. Ja. Nou, zus, hartelijk dank voor het nomineren voor de Ice Bucket Challenge. Ik ga toch iets met een twist doen. Dat vind ik wel dat ik moet doen. Ons pa is oprichter van dit bedrijf. En ik vind dat ik het met een bak chocola moet doen. Ik wil ook 3 mensen nomineren. En dat is Willem van Dam. Van Dam Chocolaterie in Heemstede. Dominique Persoon, de Chocolate Line in Brugge en Niels Verwij, Nubia Chocolates in San Francisco. Pa, deze is voor jou. Wauw. Altijd alles willen doen, hè. Dat mag het nooit, nu. Ja. Mooi donkerbron, hè. Ja. Laat je het hard worden, Hans? Ja, je was een stuk knapper van zo, toch? Ja? Wel iets van je bucketlijst. Een chocolademan. Misschien mag je eraf krabben, Roy. Ja. Ja, dat hebben we niet slim gedaan. We eigenlijk maar dames moeten uitnodigen. Niet af kunnen likken, ja. Nou, ga de straat op. Dat gaat dus moeite allemaal eraf bekken. En nu de straat op. Mooie stunt. Ja. Meteen opgepakt. Denk je, hè? Ja. Chocolademan opgepakt, ja. Ja. Hoe voelt dat chocolade? Ja, verrassend. We zeggen dat chocola overal goed voor is, dus wie weet. Ja, je hebt er helemaal mooi uit van, hè? Ja, dat zeggen ze wel, dus volgens mij glans ik de rest van de week. Bedankt.